Ledenstop dreigt voor Lentse voetbalclub DVOL. De club barst uit zijn voegen en moet hoognodig uitbreiden. Maar kan dit wel? Overvolle kleedkamers en te weinig velden. Meerdere sportclubs in Gelderland hebben ermee te kampen. Maar bij voetbalclub DVOL in Lent gaat het zo hard dat er nu zelfs een ledenstop dreigt. En dat wil de club hoe dan ook voorkomen. Daarom wil het om tafel met de gemeente om uitbreidingsplannen te bespreken. Het is toch wel te doen, maar het is wel een beetje druk hoor. Want alle teams trainen tegelijk. En het puzzelen begint eigenlijk al bij aankomst op de voetbalclub. Waar de fietsenstalling uitpeilt en die drukte ook goed merkbaar is op de velden. Op het veld achter mij trainen we met 7 teams op 1 veld. En op de 2 velden hiernaast met op elk veld 5 teams. Waarbij je eigenlijk hier toch liefst met 4 ploegjes op zo'n groot veld wil spelen. Zodat je echt de ruimte hebt om wat mooie passes ook te kunnen geven. En ook gewoon lekker op de goal te kunnen schieten natuurlijk. Is het wel een beetje te doen dan? Ja, want we hebben allemaal een eigen stuk. Ga je van daar naar daar en dan zo in de vierkant. Hoe is dat om zo de hele tijd door te schuiven dan tijdens de training? Niet heel lastig, maar dan moet je wel je spullen meenemen. Ja, dus het is beperkt trainen? Ja, het is beperkt trainen, dus we passen de trainingsvormen ook aan. Dus het is een hele puzzel ook met de trainers om onderling af te stemmen, zodat je gewoon oefeningen hebt die allemaal passen op dat toch kleinere veld nu. En dus moet er een oplossing komen, vindt DVOL. Als je die kant op kijkt, dan zie je dat daar ook nog ruimte is voor 1 extra veld. Moet alleen neergelegd worden door de gemeente. Maar de gemeente laat weten de club vorig jaar nog te hebben geholpen met kunstgrasvelden. En de openbare ruimte is nodig voor woningbouw. DVOL groeit omdat Lent groeit. En daar is precies het dilemma. Woningbouw versus voorzieningen. Maar het gaat om een stukje van 30 meter diep en 110 meter lang. Je kunt ook de huizen die daarop gepland staan een aantal jaren later neerzetten. De Heemkundekring in Groesbeek bestaat 50 jaar. Deze vereniging verzamelt alle historische informatie over Groesbeek. Dit jubileum is groots gevierd met leden van de vereniging, zusterverenigingen en belangstellenden. Ook de burgemeester is aanwezig. Ja, we vieren vandaag dat de Heemkundekring Groesbeek 50 jaar bestaat, sinds 1973. En je ziet het, een volle zaal, ontzettend veel opkomst, mensen uit het dorp, zusterverenigingen. Dus het is echt feest. Het jubileumfeest in de Mallemolen staat ook in het teken van de postume uitgave van het boek Groesbeek Stekkenberg, het domein der bezembinders, geschreven door voormalig voorzitter Gerry Driessen. Nou, de voormalige voorzitter, in dit dorp heel bekend, maar ook eigenlijk daarbuiten. Hij had een hotelcafé en als zodanig was hij echt een bekende herbergier, zeg maar. Heel veel gasten had hij. En hij was een vervoed verzamelaar van ansichtkaarten, van oude foto's en zo. En heeft, ik geloof bijna inderdaad, ruim 20 boeken op zijn naam staan. Met heel veel illustraties, heel veel beeldmateriaal van Groesbeek, allemaal verzameld. En hij is ook de oprichter geweest van de Heemkundekring in 1973. Maar ja, hij is helaas vorig jaar in 2022 overleden en ik ben zijn opvolger geworden. Ja, dat is echt een ontzettend bijzonder boek wat verschenen is. Het gaat over de bezembinders en de bezembinderscultuur op de Stekkenberg en in de Bruuk in Groesbeek. Fantastisch mooi boek met foto's die soms al meer dan 130 jaar oud zijn. Heel bijzonder ook aangevuld met verhalen en artikelen, ook al heel lang geleden, die een beeld geven van een stuk leven wat echt al echt voorgoed verdwenen is. En wat heel bijzonder is, dat het is vastgelegd en nu eigenlijk ook voor heel Groesbeek inzichtelijk. Heel bijzonder. De Heemkundekring is een documentatiecentrum en houdt zich druk bezig met het digitaliseren van materiaal. Waaronder veel zwart-wit foto's. Ja, eigenlijk is het je zou zo kunnen zeggen, bijna hebben al die plaatsen, Millingen, we zitten in de gemeente Bergendal, bijna hebben al die kernen hebben hun eigen historische verenigingen. En dat betekent, die dragen allemaal hun steentje bij, kennen hun eigen bijzonderheden. En wat een goede zaak is, bijvoorbeeld met die digitalisering, is dat nou tegenwoordig, dat wat echt in het erfgoednet gebeurt dan. Dat is dus niet alleen Groesbeek, maar dat is echt een samenwerking van Groesbeek, Millingen, Bergendal zelf. Het dorp Bergendal en Leut, Kekerdom, noem maar op. Dus je ziet langzamerhand dat elk dorp of kern heeft zijn eigen heemkundige club. Maar de samenwerking neemt toe en dat is natuurlijk een goede zaak. Het eerste exemplaar van het boek wordt overhandigd aan een speciale gast. De kleinzoon van Gerry Driessen. Ja, wel bijzonder. Had ik niet verwacht. Ik dacht van, ik kom hier vooral voor een beetje het eerbetonen en zo. En, het
meemaken van de afsluiting. Maar ja, vereerd dat dat mocht. Dat hij hier dan helaas niet bij kan zijn. Maar voor de rest, ja, mooie afsluiter op die manier. Dus ja, ik ben er blij mee. Als het aan het stadsbestuur van Nijmegen ligt, pakken inwoners over 10 jaar niet meer de auto voor korte ritten, maar de fiets of het openbaar vervoer. Wijken zijn dan rustiger en groener, zo denkt het bestuur. Over 5 jaar moeten de eerste stappen al zichtbaar zijn. En dat staat allemaal in het plan Beter op Weg. En is een uitvoering van de wens van de gemeenteraad om de zogenoemde mobiliteitstransitie versneld uit te voeren. Voor de autoliefhebber wordt het even omschakelen, zo blijkt uit toelichting van het college. Om de stad leefbaarder en bereikbaar te houden, kan de automobiliteit volgens hem niet volledig meegroeien. Dat zou niet genoeg ruimte voor zijn. Gemeenten Zevenaar, Bergendal, Lingewaard en Kievits Veerdiensten hebben een overeenstemming bereikt over de veerverbinding tussen Panderen en Millingen aan de Rijn en Millingenwaard en Doorneburg. Door deze overeenstemming is het behoud van de veerdiensten tot het jaar 2029 gegarandeerd. De veerverbindingen maken onderdeel uit van regionale en landelijke fiets- en wandelroutes. De passanten die gebruik maken van deze veerdiensten zijn belangrijk voor de lokale en de regionale economie. De kans om binnen Gelderland als automobilist geflitst te worden is het grootst in Nijmegen. In de Waalstraat staan zelfs meer flitspalen dan in Amsterdam. Terwijl de hoofdstad bijna 4 keer zo groot is qua oppervlakte. Ook Arnhem en Apeldoorn staan hoog in de flitspalenranglijst. Nijmegen heeft zelfs de op 1 na meeste flitspalen van Nederland in termen van weglengte. Er staan 30,12 flitspalen per 1000 kilometer weg. Alleen in Haarlem is deze hoeveelheid nog iets hoger. Restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen is uitgeroepen tot beste groenterestaurant ter wereld. Chefkok Emiel van der Staak prologeerde daarmee zijn wereldtitel. Van der Staak nam de prijs gisteren in Brussel in ontvangst tijdens het gala van de online restaurantgids We Are Smart Green Guide. Die beoordeelt wereldwijd restaurants die voornamelijk plantaardige gerechten serveren. De jury roemt het innovatieve karakter van de keuken in Nijmegen en de uitgebalanceerde smaken van de gerechten. Gemeente Wijchen wil zich vergroenen. Hiervoor was er woensdagmiddag een informatiemiddag in de dorpen Bergharen, Hernen en Leur. Om bezoekers tips en info te geven over het vergroenen van een tuin of balkon. Daarbij werden ook handige spulletjes weggegeven en was er een cadeautje voor de kinderen. Diep zat, Jan. Ja, Groener Wijchen is een actie om een Wijchen groener te maken. En dat proberen we te doen door het tegelwippen. Mensen een tegel uit hun tuin te laten halen en daarvoor in de plaats een plantje aan te bieden. Om zo wat meer ruimte te geven om het water, zoals nu ook naar beneden komt, in de grond te bergen. En niet weg te laten lopen via de riolering. Ja, je ziet wat ze cadeau krijgen. Ze kunnen zich aanmelden voor een tuinplant, een struik, een boompje. Vaste plantjes, en die kunnen ze tegen inlevering van een tegel krijgen ze een plantcadeau of een boompje zelfs cadeau. Ik heb een tuintegel meegenomen, zo'n 30x30 straattegel. Die lever ik zo in. Daar is nu dus ruimte in de tuin om plantjes neer te zetten, bloemetjes. We hebben ook een moestuin, nou, die gebruiken we al. Eigenlijk daar lagen die tegels niet, maar in het pad wel. En dan hebben we wat meer ruimte om het regenwater op te vangen. De inwoners van gemeente Wijchen zijn erg enthousiast over de actie. Nou, ze doen al van alles en nog wat, maar alle beetjes helpen. Dus ik vind het wel goed dat ze zich daar mee bezighouden, zeker. Ja. Om mensen bewust te maken dat groen belangrijk is. En niet alles voldouwen met bestrating enzovoorts. Maar planten, heel belangrijk voor de natuur en alles. Ja, heel belangrijk. Ja, ik vind het mooi en leuk dat ze het doen. Ja, zonder meer. Aan verspilling doet de gemeente niet. De ingeleverde tegels worden hergebruikt. Ja, die tegels gaan terug naar de werf. Gaan op de stapel om te kijken waar we kunnen ze nog ergens hergebruiken. Circulair. En als ze niet gebruikt, dan zullen ze ongetwijfeld verslipperd worden of vergruisd worden, zeg maar, om weer ergens als een onderlaag gebruikt te gaan worden. Deze meneer heeft geluk gehad. Hij krijgt 2 boompjes mee om thuis te planten. Ja, eigenlijk om het feit, ik ben eigenlijk de transporteur, maar ik heb hier 2 bomen gehaald. Waar mijn vrouw denk ik wel veel plezier van heeft.
Dan kijken we even naar de berichten die gedeeld zijn op de sociale media. Gemeente Druten wijst haar inwoners op de actie Pepernoot. Dit is een initiatief vanuit de gemeente voor kinderen tot 12 jaar van ouders met een laag inkomen. Zij kunnen een cadeaubon van 25 euro per kind aanvragen om zo een Sinterklaas of kerstcadeautje te kopen. Zo kunnen alle kinderen meedoen aan de feestdagen. En Museumpark Orientalis organiseert net als vorig jaar weer een meet and greet met journalist en documentairemaker Sinan Khan. Aanstaande zondag komt hij hiervoor langs in het Museumpark in Heilig Landstichting. Je kunt samen met Khan een wandeling door het park maken waarbij hij vertelt over zijn werk in het Midden-Oosten. Ja, na een regenachtige woensdag zal het donderdag een typische herfstdag worden. De dag begint met veel bewolking, lokaal ook matige tot dichte mist. Vanaf de middag kan de zon zich wel af en toe even laten zien. Maar er is ook kans op een bui hier en daar. Het wordt slechts zo'n 12 graden morgen. De dagen na blijft het wisselvallig. Vooral op vrijdag zullen we nog met de nodige buien te maken blijven houden. Ook zaterdag zijn er enkele buien, niet uitgesloten, maar dit zal wel minder zijn als de dagen ervoor. En de zon zal ook iets vaker te zien zijn. Het blijft fris met een maximum van 13 tot 14 graden. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 25 oktober. Volg het laatste nieuws dagelijks via onze website rn7.nl. En volg ons ook op de sociale media. Dat kan via Facebook, X en Instagram via RN7 Online. Morgen zijn we weer bij je terug met een nieuwe uitzending. Dus graag tot dan.